Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, pionier niertransplantatie in Suriname kreeg schouderklopje, managementteam grondenrechten hoort delegatie Pamakastam aan, vuilverbrandingsoven Wageningen functioneert prima, minister André Misikaba brengt werkbezoek aan Nikeri, eerstejaarsstudenten Natin pakken speeltuin Lelydorp aan. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft medisch specialist Subhas Gurdat in de bloemetjes gezet. Gurdat wordt gezien als de pionier van de niertransplantatie in Suriname. Zoals bekend heeft ons land recentelijk de eerste niertransplantatie gehad. Voor zijn inspanningen met betrekking tot het verrichten van de eerder genoemde levensreddende operatie ontving Gurdat een award uit handen van de bewindsman. Zoals jullie een poos geleden of enkele weken geleden in de pers hebben kunnen vernemen, dan is de eerste succesvolle nierplantatie geschied. Er komen nog meer. Er is een commissie bezig onder leiding van mevrouw Goparaj. Maar we hebben vandaag de pionier, want je hebt altijd een pionier. En die hebben we gemeend vandaag een klein beetje in de bloemetjes te zetten. Niet letterlijk in de bloemetjes, maar dat wij vanuit volksgezondheid hem een kleine waardering, een klein cadeautje gaan geven. Het is wel geen duur cadeautje. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar een schouderklopje is altijd op zijn plaats. We hebben een schrijver gehad van dokter Anees. En we hebben volgaarne hebben wij dat natuurlijk. Hebben wij daar een beetje gehoor aan gegeven. Of niet een beetje. Wij dachten op deze manier gehoor te geven aan het schrijven die wij hebben gehad van dokter Anees. Om in positieve zin onze pionier een schouderklapje te geven. Het begon met de selectie van de patiënten. We hebben toen klinische avonden georganiseerd met de dialysecentra's, dat alle nierdialysepatiënten uitgenodigd werden voor de algemene informatie. En samen met de niertransplantatiecommissie hebben wij dus dat gerealiseerd. We hebben 2 à 3 avonden gehouden. Verder zijn er patiënten naar ons gekomen. Er is ook een tv-programma, er is een video daarvan gemaakt, dat we in Lalaroek waren voor zo'n avond. Dat is ook verzonden op de tv, het is op tv gekomen. We hebben toen een stroom van patiënten gehad die wij hebben gescreend. En op de een of andere manier vielen heel veel patiënten uit vanwege de cardiale situatie, maar ook vanwege culturele redenen. De moslims die zeiden van ja, binnen 24 uur begraven. Dus die wilden eigenlijk geen niertransplantatie. De anderen hadden wedergeboorte. Die komen dan zonder organen terug. En zo had je dus een heleboel culturele, Bosland-Creoolse mensen die zijn gekomen, zijn uitgevallen. En op de een of andere manier hebben we heel hard gewerkt. Contacten werden gelegd met het buitenland. Dat is ook heel erg belangrijk. De Sobhraj Foundation. Ik moet eerlijk zeggen dat de Sobhraj Foundation ons heeft gecontact en niet wij Sobhraj Foundation hebben gecontact. Wij hadden initieel afgesproken om met Nederland in zee te gaan, maar vanwege de financiële kosten met mensen met visum, et cetera, dit te laten screenen, ging het een beetje moeilijk. Terwijl het met Sobhraj Foundation was, dus dat die mensen vanuit Amerika naar hier kosteloos zouden komen. En toen zijn we in zee gegaan met die mensen. Het
traject qua medicatie, immunosuppressiva, et cetera, de nazorg. Daarvoor heeft de Niertransplantatiecommissie heel hard gewerkt om alles te kunnen realiseren. He, vanaf medicatie tot diagnostiek, dat hebben we geregeld. Deels ook met het buitenland, voornamelijk San Quin in deze. Dat is het immunologielaboratorium in Nederland, Amsterdam. En ook IMC Nederland heeft heel veel steun gegeven aan ons. Ja. Doctor, wat volksgezondheid betreft, de commissie Niertransplantatie is al bezig. Wij gaan een conceptwet indienen, zodat de wetgeving beter in place kan worden gebracht. En wij zullen alles eraan doen om mensen te mobiliseren om ook donor te worden. U weet, de meeste mensen denken aan donor worden dat je dan bloed afstaat. Wat dat betreft loopt dat redelijk goed via Rode Kruis / bloedbank. Dat zullen we langzaam maar zeker ook vanuit het ministerie gaan moeten opbouwen. De eerste plannen daarvoor zijn wij al bezig in place te brengen. In elk geval, de eerste niertransplantatie is in Suriname is meteen ook succesvol verlopen. En we going for the job, we going om nog meer te doen. Natuurlijk samen met de deskundigen, de commissie, alle betrokken partijen, academisch ziekenhuis. Er zijn een scala aan actoren die in beeld gebracht worden. Wij gaan programma's vanuit het volksgezondheid en de wetgeving in place brengen. De specialisten zullen hun deel doen en wij gaan ervoor. Op 26 september was het precies 6 maanden geleden dat de vuilverbrandingsoven in het kader van Bouwtas Milieuplan op Wageningen in gebruik werd genomen. Het verbranden van huisvuil op Wageningen verloopt hiermee tot nu toe prima. De oven met een capaciteit van 150 kilo wordt 3 keer per week gebruikt. Lydia Kago, adjunct districtsecretaris van het bestuurskantoor Wageningen hierover. Mevrouw Kago, 6 maanden terug heeft de oplevering van de verbrandingsoven plaatsgevonden hier te Wageningen. Hoe verloopt het proces tot nu toe? Nou, tot nu toe kan ik zeggen dat het proces dan goed verloopt, omdat we wekelijks verbranden in de oven. We doen het voorlopig nog 3 keren per week, op de maandag, woensdag en vrijdag. Ik moet ook aangeven dat we de mensen bewust hadden gemaakt dat ze hun vuil moeten sorteren. Want je kan ook niet alles verbranden. Het mag wel, maar we doen het niet omdat we willen dat het een langere levensduur heeft. Dus we vragen de mensen ook om te sorteren en dat doen ze dan in die groene zakken. Dus wanneer het vuil dan hier gedumpt wordt, dan nemen we de groene zakken en die worden dan in de oven gezet. Want dan weten we al dat die al geselecteerd zijn, dus we kunnen ze dan makkelijk in de oven doen. Het gaat om enorm veel vuil. Wageningen heeft veel huishoudens. En in 1 dag kunnen we ook niet alles verbranden. Maar we doen het wel steeds beetjes bij beetjes. Het kan per dag 6 keren aan en uit gaan. Maar de oven heeft ook een capaciteit van 150 kilo per keer. We blijven ze nog bewust maken van dat goed is. Want als we het hier gewoon dumpen, dan weet u van dat we nog steeds last gaan hebben van veel vliegen en al die dingen. Maar verbranden we het en het wordt ook op een milieuvriendelijke wijze gedaan, dan komt het Wageningen ook ten goede. Het werkt nog goed, we hebben nog geen enkele mankementen.
Maar het personeel van MMC, Mongra Medisch Centrum, die als we iets hebben, dan kunnen we altijd in samenwerking met hun kunnen we dat doen. Dus zij verlenen nog altijd hun medewerking, maar het is nog goed intact. Aan de mensen van Wageningen wil ik zeggen van sorteer uw vuil. Dan is het makkelijk voor ons om te verbranden. Laten we een goed en schoon milieu hebben. Het wordt op een vriendelijke wijze verbrand, dus help ook een handje bij. Het gaat om Wageningen tenslotte, dus het komt ons allen ten goede in Wageningen. Verhoging van de financiële ondersteuning voor zwakke huishoudens en verjonging van personeel. Dat zijn enkele punten die ter sprake kwamen tijdens het werkbezoek van minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aan het district Nikeri. De bewindsman was van 2 tot en met 4 oktober in het westelijk gelegen district. U ziet hiervan een verslag. We zijn vandaag gestart met de betaling van AKB. Ik wilde er zelf bij zijn. Ik ga 2 dagen in Nikeri zijn. Omdat ik zeker wil zijn dat het goed gaat, dat het goed loopt met de betaling van de voorzieningen. Laat me zeggen dat we hebben getracht om eerder hier te zijn. Is ons niet gelukt. We hebben nog 4 districten te gaan. Maar ik kan de toezegging doen dat we alles in het werk stellen om het komend jaar op tijd te betalen. Dit jaar zijn we laat door diverse omstandigheden. Maar volgend jaar wil ik al in januari starten, dus januari, februari, wil ik 2019 betalen. Omdat als ik februari niet haal, dan wordt het na de verkiezingen. Want als die verkiezingscampagne uitbreekt en iedereen zo rent, dan gaat de betaling niet. Dus ik zal mijn uiterste best doen samen met de regering dat we 2019 in januari, februari 2020 betalen. Ik moet zeggen dat het heel ordelijk aan toe is gegaan. We waren bij de eerste locatie. En nu zijn we bij de tweede locatie van de dag Paradijs. En dat loopt heel goed. Ik moet zeggen dat vanuit de dienst er wat mankementen zijn. Ik zie dat we nog schreeuwen met de mond om de mensen op te roepen. Ik denk dat we een eenvoudig apparaatje kunnen kopen om het geluid te versterken. Dus dat is één zaak. Natuurlijk blijven de mensen niet al te lang, maar het is verschrikkelijk heet in beide locaties waar we waren. Dus we zullen naar al die dingen kijken. Maar voor de betaling zelf moet staan dat het heel ordelijk en heel goed is verlopen tot nu toe. Eerstejaarsstudenten van het NATIN hebben op maandag 7 oktober op en rond het Koffie Jompoplein op Lelydorp schoongemaakt. In verband met de start van het nieuwe schooljaar kiest het NATIN jaarlijks voor een sociaal of gemeenschapsproject. Dit jaar is in samenspraak met het districtscommissariaat Wanica Noordoost gekozen voor de aanpak van het plein. Het is voor ons een mooie gelegenheid hiermee terug te geven aan de omgeving waar wij een groot deel van de dag doorbrengen. Velen bezoeken deze speeltuin, zitten bij het monument om even bij te komen of maken gewoon een gezellig een selfie hier. Dan is het toch fijn dat het allemaal mooi en netjes blijft. Wij zijn blij en trots dat het NATIN op deze manier wat kan betekenen hierin. En als wij in het vervolg hier zelfs alleen langs rijden, kunnen we met een tevreden gevoel het geheel aanschouwen. Het is een prachtig gevoel dat dit project tot realisatie is gekomen. En daarvoor wil ik de DC in het bijzonder hartelijk bedanken
voor haar toezegging, medewerking en vlotte organisatie. Ook een woord van dank aan mevrouw Burleson en alle actoren vanuit het commissariaat, het ministerie en mijn collega's. Ik wens jullie een hele fijne dag toe, waarin er ongetwijfeld heel veel leuke momenten kunnen zitten als we dit met alle liefde doen. Als wij kijken naar studenten, studenten zijn jonge Surinaamse burgers die in de bloei van hun leven toch wel normen en waarden worden aangeleerd, ook binnen de school. En dit is een heel mooi project waarbij samenwerking tot uiting komt. Het is namelijk zo dat er een schoonmaakproject geïnitieerd is geworden, waarbij ze de speeltuin zullen opvullen met wat baanzand, ze gaan verven, wat walabapalen als afbakening plaatsen en in en rondom de groene strook schoonmaken. Als boodschap wil ik zeker aan alle overige scholen meegeven: leer onze jonge kinderen werken op een, hetzij op een speelse manier, zeker als het gaat om lager onderwijs leerlingen. Maar op VOJ-niveau moeten wij dan gaan kijken hoe gaan wij op een zodanige manier met deze studenten om dat het aantrekt, dat het interessant voor ze blijft. En ik denk dat de bijdrage die ze nu op dit moment leveren, het zal ze bijblijven. En mochten ze ouder worden, dat ze dan ook kunnen aangeven van ook ik heb hier een bijdrage mogen leveren ter ondersteuning van de opbouw van de groene strook en in het district Wanica. De Pamaka-stam is het oneens over het document dat de gezamenlijke grensverklaring met de Njuka-stam omvat. Volgens een delegatie van de stam hadden de kapiteins die het stuk hebben ondertekend geen mandaat daartoe. Het managementteam Grondrechten heeft deze delegatie op vrijdag 4 oktober aangehoord. Besloten is onder meer dat het managementteam nieuwe besprekingen gaat faciliteren. Resultaat. Het team en ook toe, zeker die MLS met andere staat Sambo, omdat we bereik bepaalde sansana dat we bewonden is om kategorie agobom. Sang ufiti na einde van kruto disi. Mooi, einde van kruto, enkele kruto bedoel ik kruto sang, meestal bepaalde kruto is tof. Je weet dat komt mensen aan wan. Sang bij de nieuws in het verleden, pers man, we hebben duidelijkheid, maar ufiti taki afas voor assemble go. De verklaring zijn bij Miki en Afa aan markeren bij de Pamakano bij de eens. En nu, hoe fit het taki, we draaien go terug. En ook we draaien go terug naar de Biggie, want we zijn maar we draaien taki om Pamaka. We tik a beslissing voor kar in Jukakong, voor taki tap niveau. En te meten tap niveau voor grama. Omdat ik fout sabi in binnenland naar grama. Het is de laatste beslissing. Dat grama is geen volk, dan geen volk. Dus nu, ik heb een taki om Pamaka, kar in Jukakong. Nou, aan het principe, aan het pamaka, zeker niet aan het jukanari, dat ik voor taki. En dat taki dat ik de enkele attaki zijn op bepaalde de markering voor het grensgedeelte. En hoe is het management team ook te faciliteren een meeting dat? Zeker, zeker, zeker. Enkele met taki want staan niet. Het management team, na edde voor heer zijn ja. Als je lust aan het management team, dat je lust aan heer zijn niet. Dus aan het management team, we het right of care. De mij doen een boompjes voor elkaar, benadrukken, maar pelvis mij ook fout. Dus de management team is ook al die ben, want wie fight draai en niet attacking bij de manager, sabi. Dus de Pamaka me kwam fout, management team moet dapen. Vond je ook aan me kwam fout, management team moet dapen. Dus zeker ook aan management team. Maar nou, een management team, ook aan deel ook te vertrouwen, maar wat het dus mij tak was aan die, dat boom voor trasmas don harki, wat er van ego boom, dat is maar dat die, dus mij tak naar binnenland, je bent ja, ze tak non office, veel chas aan de pen, de boador, in ego ga ik denk ik wel, maar dapen voor korsie waar het ite ka sambu dan ko mugi pamaka wa akomugi pamaka akomugi njuka akomugi busrana en akomugi her gron tapu me gron tap sa takyo te ko mbes lesen tapi ni fo pe alas mas tap ne baka we van het management team hebben verklaring gehad van de pamaka stam dat ze niet eens waren met
besluit dat genomen is op 3 tabbetje 10 september jongsleden. Dus afgevaardigden van de Pamaka-stam en de Aukaanse stam. Dus we hebben ze geroepen om zelf van ze te horen. En ze hebben aangegeven dat ze niet eens zijn met de grensbepaling. Dus we hebben afgesproken dat zij nu contact zullen opnemen met de Aukaanse stam om een andere datum te bepalen voor een andere vergadering. En wij van het managementteam zullen ervoor zorgen dat we dat gaan faciliteren voor ze. Het managementteam bepaalt geen grens voor de stammen of die groepen. Wat het managementteam doet is faciliteren van die mensen. Dus de kosten dekken die de mensen maken om met elkaar te praten. Dus we hebben geen enkele inbreng daarbij dan het faciliteren van die mensen. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.